Hey, welkom bij een nieuwe video. In de geschiedenis van onze wereld zijn er talloze mysteries, mythes en legendes. Sommige verhalen lijken rechtstreeks uit sprookjesboeken te komen. Maar wat als ik je zou vertellen dat sommige van deze legendarische ontdekkingen ook daadwerkelijk zijn gedaan? Vandaag laten we je 20 mythische ontdekkingen zien die de geschiedenis kunnen veranderen. Ben jij nu op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Het Excalibur zwaard is een legendarisch wapen dat wordt geassocieerd met het verhaal van koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel. Volgens de legende trok koning Arthur het zwaard uit een steen wat zijn rechtmatige aanspraak op de troon bewees. Excalibur wordt beschreven als een krachtig en magisch zwaard, vaak afgebeeld met buitengewone eigenschappen. Het wordt gezegd onverwoestbaar te zijn en de drager grote kracht en overwinning in de strijd te schenken. Er zijn verschillende beweringen dat dit zwaard echt zou zijn en sommige mensen geloven dat ze het hebben gevonden. In de Fribasrivier in Bosnië werd een zwaard van 700 jaar oud ontdekt dat sterk lijkt op het legendarische Excalibur. Het zwaard zat vast in een rots en werd met speciale zorg door archeologen verwijderd wat deze vondst buitengewoon maakte. Een ander soortgelijk zwaard werd gevonden door een 7-jarig Brits meisje in Cornwall, Engeland. Ze vond het legendarische zwaard in het Dosmary Pool, waarvan wordt aangenomen dat de rustplaats is van koning Arthur's Excalibur. Net zoals het legendarische Excalibur zwaard werd er ook een ander soortgelijk zwaard op wonderbaarlijke wijze in een rots ontdekt. Het zwaard is van Sint Galgano, een middeleeuws Italiaanse ridder die het zwaard in een rots stak en dat nu een bedevaartsoord en teken van geloof en vrede is bij de Rotonda di Montesipi in Toscane, Italië. Nummer 19. De Vliegende Hollander is een spookschip dat wordt gezegd de zeeën te achtervolgen, met name rond de Kaap de Goede Hoop bij Zuid-Afrika. De oorsprong van de legende kan worden herleid tot de 17e eeuw. Het verhaal vertelt van een Nederlands schip onder bevel van kapitein Hendrik van der Dekken, of eenvoudigweg de Hollander. Het schip was op een gevaarlijke reis rond de Kaap de Goede Hoop toen het een hevige storm tegenkwam. Ondanks smeekbeden en waarschuwingen van de bemanning weigerde de kapitein terug te keren of beschutting te zoeken tot de dag des oordeels. Zijn ongehoorzaamheid riep een vloek op die hem en zijn schip veroordeelde om voor altijd over de zeeën te varen. De Vliegende Hollander wordt ook vaak beschreven als een spookschip gehuld in mist en verschijnend als een donker, spookachtig vaartuig met gescheurde zeilen. Het tegenkomen van het schip werd beschouwd als een slecht voorteken om de zeelieden dat ongeluk en ondergang zou kunnen brengen. Sommige verslagen beweren zelfs dat proberen te communiceren of contact te maken met het schip resulteerde in de waarnemer die de dood in werd getrokken en voor altijd deel werd van de vervloekte bemanning. Een van de beroemdste waarnemingen die is gedaan van de Vliegende Hollander was door prins George van Wales, die later koning zou worden. Nummer 18. Solomon Shamir wordt genoemd in oude Joodse teksten en folklore, met name in de context van de bouw van de tempel van Salomo. Volgens de legende bezat de Shamir de unieke mogelijkheid om harde stenen te snijden of te vormen, zoals diamanten of zelfs de hardste van alle stenen, de Shamirsteen zelf. Er werd gezegd dat het een klein, wormachtig wezen was dat moeiteloos door rotsen en metalen kon snijden zonder gereedschap te gebruiken of kracht uit te oefenen. Het bestaan van de Shamir werd toegeschreven aan koning Salomo, die het, net zoals het verhaal gaat, nodig had om de tempel in Jeruzalem te bouwen. Verschillende versies van de legende beschrijven hoe koning Salomo de Shamir verkreeg. Volgens één versie stuurde de koning zijn vertrouwde dienaar om de Shamir te vangen in zijn natuurlijke omgeving of om zijn geheim te ontdekken. Een andere versie suggereert dat Salomo zelf de kennis bezat om de Shamir te beheersen en het gebruikte voor de bouw van de tempel. De aard en de oorsprong van de Shamir blijven echter gehuld in mysterie. Sommige interpretaties beschrijven het als een bovennatuurlijk wezen dat door God specifiek werd geschapen. Nummer 17. Sesshoseki, ook wel bekend als de Killing Stone, is een legendarische steen gelegen in de Nasu-regio van de prefectuur Toshishi in Japan. Volgens de legende heeft de steen een kwaadaardige uitstraling waardoor elk levend wezen dat ermee in contact komt onmiddellijk sterft. Er wordt beweerd dat de vogels die boven de steen vliegen naar beneden vallen en zelfs het gras in de buurt ervan doodgaat. De oorsprong van de steen wordt geassocieerd met een volksverhaal uit de Heian-periode van 794 tot 1185. Het verhaal vertelt over een monsterlijke negenstaartige vos, bekend als de Tamao no Mai, die de gedaante aannam van een mooie vrouw en diende als hofdame van de keizer van Japan. Haar ware identiteit en slechte bedoelingen werden echter ontdekt en ze werd verbannen. Er wordt gezegd dat toen Tamao no Mai werd geëxecuteerd, haar kwaadaardige geest achterbleef en veranderde in een Sesshoseki.
De steen werd een symbool van haar vloek en de duistere energie die ze bezat. Ondanks zijn reputatie als een plek die je beter kunt vermijden, blijft de steen een populaire toeristische attractie vanwege zijn mythische betekenis en griezelige reputatie. In 2022 zou hij naar verluid door midden zijn gespleten, wat zorgen wekte dat een boze geest was vrijgelaten. Nummer 16. Volgens de verslagen van het Evangelie van Johannes in het Nieuwe Testament doorboorde een Romeinse soldaat tijdens de kruisiging de zijde van Jezus met een speer. Deze speer is traditioneel geïdentificeerd als de Heilige Lans. De Heilige Lans wordt geacht aanzienlijke religieuze en mystieke krachten te bezitten. Volgens middeleeuwse christelijke legendes heeft degene die de speer bezit de macht om naties te veroveren en het lot van rijken te bepalen. Men zegt dat het onverwinnelijkheid verleent aan degene die het in de strijd hanteert en overwinning brengt in conflicten. Gedurende de geschiedenis hebben verschillende heersers en leiders geprobeerd de Heilige Lans te bemachtigen. Legendes en beweringen over de verblijfplaats zijn door de eeuwen heen ontstaan. Het werd verondersteld in het bezit te zijn van Constantijn de Grote en andere prominente historische figuren. Een opmerkelijke vermelding van de Heilige Lans is die van de heilige Romeinse keizer Karel de Grote, van wie wordt gezegd dat hij de speer heeft gevonden. Hij geloofde dat de krachten van zijn overwinningen in de strijd zou hebben gegarandeerd. Adolf Hitler, de leider van Nazi-Duitsland, werd gerucht dat hij geobsedeerd was door het verkrijgen van de Heilige Lans. Tegenwoordig bewaart de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad een Heilige Lans, hoewel de katholieke kerk er geen aanspraak op heeft gemaakt. Nummer 15. De Hand of Glory is een fascinerend object uit folklore en occulte tradities. Men gelooft dat het de afgehakte hand is van een crimineel die vervolgens werd geconserveerd en voor verschillende magische doeleinden werd gebruikt. Volgens de legende heeft deze hand mystieke krachten waardoor degenen die het bezitten onzichtbaar worden. Er wordt gezegd dat de hand alleen kan worden geactiveerd door specifieke bezweringen te gebruiken of door kaarsen aan te steken die zijn gemaakt van het vet van de crimineel. De hand heeft een lange geschiedenis en komt voor in verschillende Europese folklore en occulte praktijken. Men geloofde dat het een krachtig instrument was voor dieven waardoor ze misdaden onopgemerkt konden plegen. De hand werd vaak tentoongesteld in huizen of instellingen als beschermend amulet dat boze geesten op afstand hield of inbraken voorkwam. Naast de eigenschappen van onzichtbaarheid werd de hand ook geassocieerd met waarzeggerij. Er werd geloofd dat de hand verborgen schatten kon onthullen of inzichten kon bieden in de toekomst wanneer deze werd gebruikt in combinatie met andere magische rituelen. Hoewel de oorsprong en authenticiteit onduidelijk zijn, zijn er historische verslagen van dergelijke objecten die werden gekocht en verkocht. Nummer 14. Volgens de mythe was Pandora de eerste vrouw die door de goden werd geschapen. Zeus, de koning van de goden, gaf Pandora een doos als geschenk, maar waarschuwde haar nooit om deze te openen. Pandora kon haar nieuwsgierigheid echter niet bedwingen en opende de doos, waardoor problemen en ellende in de wereld werden losgelaten. Deze problemen omvatten ziekte, plagen, verdriet en andere vormen van menselijk lijden. Toen Pandora zich snel realiseerde dat ze een fout had gemaakt en probeerde de doos te sluiten, bleef er slechts één ding binnen: hoop. Het verhaal van Pandora's box wordt vaak geïnterpreteerd als een waarschuwend verhaal over de gevolgen van nieuwsgierigheid en het bestaan van het kwaad in de wereld. Als deze doos ooit wordt gevonden, zou jij hem dan durven te openen? Laat het me weten in de reacties. Nummer 13. Het boek van Thot is een mythisch boek dat wordt gezegd diepgaande kennis en geheimen van de oude Egyptenaren te bevatten. De oorsprong ervan is in mysterie gehuld. Men gelooft dat het door Thot zelf is geschreven, de oude Egyptische god van wijsheid en magie die werd beschouwd als de uitvinder van het schrijven. Het boek zou zijn gemaakt van goud en gegraveerd zijn met heilige hiërogliefen. De inhoud omvat vermengde kennis over diverse thema's zoals magie, astrologie, geneeskunde, kosmologie en de aard van de goden. Het wordt vaak beschreven als een bron van krachtige spreuken, bezweringen en rituelen die de lezer immense macht en inzicht verlenen. Ook zou het worden beschouwd als een opslagplaats van verborgen waarheden en inzichten in de mysterie van het universum. Dit boek wordt vernoemd in de Egyptische mythologie in verschillende contexten. Er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat het een rol heeft gespeeld bij de schepping van de wereld en bij het oordelen over zielen in het hiernamaals. Volgens de overlevering gebruikte Thot de kennis uit het boek om het oog van Horus te herstellen en om zijn tegenstander de slang Apep te verslaan. Nummer 12. De Argo was een legendarisch schip uit de Griekse mythologie dat een belangrijke rol speelde in het verhaal van Jason en de Argonauten. Het was vernoemd naar zijn bouwer Argus.
Het verhaal van Argo draait om Jason, een held die de opdracht kreeg om het Gulden Vlies te bemachtigen uit het verre land van Colchis. Om deze taak te volbrengen verzamelde Jason een groep bekwame en avontuurlijke helden die bekend stonden als de Argonauten. Ze begonnen aan hun reis aan boord van de Argo, die hun vervoermiddel werd en een centraal element van hun zoektocht. Het schip was gebouwd door Argus, de zoon van de god Arrestor, met de leiding van de godin Athena. Het was vervaardigd van hout uit het heilige bos van Dodona en bezat uitzonderlijke eigenschappen zoals snelheid en stevigheid. Dit grote schip had meerdere roeiriemen en het had een enkele mast met een groot vierkant zeil. Het schip had ook kenmerkende boegfiguren aan de voorsteven, vaak afgebeeld als een ramshoofd, en aan de achtersteven was het versierd met een beeldhouwwerk van de godin Hera. De bemanning bestond uit de Argonauten, een groep heldhaftige individuen die door Jason waren uitgekozen om hem te vergezellen. Onder de beroemdste Argonauten bevonden zich Heracles, Hercules, Orpheus, Castor en Pollux, de Dioscuren en vele anderen. Nummer 11. In het Bijbelse verhaal van David en Goliath versloeg de jonge herder David de reusachtige krijger Goliath op beroemde wijze met behulp van een sling en een steen. Het was een eenvoudig wapen dat bestond uit een stuk touw of leer met een zakje in het midden om het projectiel vast te houden. Door ermee te zwaaien en één uiteinde los te laten, kon het projectiel met hoge snelheid naar het doel worden gelanceerd. Maar wat als we je vertelden dat dit Bijbelse object mogelijk is gevonden? Er werd namelijk een ontdekking gedaan van een 2200 jaar oude Griekse sling nabij de stad Jaffne in Israël. Het had een lengte van 4,4 centimeter en was voorzien van een Griekse inscriptie die vertaald kan worden als de overwinning voor Heracles in Hauron. De aanwezigheid van deze inscriptie leidde tot speculatie dat het wapen mogelijk werd gebruikt als een vorm van psychologische oorlogsvoering tegen vijanden. Dit waren speciaal gemaakte projectielen die werden gebruikt om hun nauwkeurigheid en effectiviteit te verbeteren. Vaak gemaakt van steen of lood werden ze gemarkeerd met de naam van de commandant, beledigingen aan de vijand of aanmoedigende woorden. Nummer 10. De Vaira is een symbolisch en ritueel wapen in verschillende religieuze tradities, met name in het boeddhisme en het hindoeïsme. De term Vaira vertaalt zich naar diamant of donderslag in het Sanskriet, waarbij de onvernietigbare en krachtige aard wordt benadrukt. In het boeddhisme heeft de Vaira een grote spirituele en rituele betekenis. Het wordt beschouwd als een symbool van verlichting, goddelijke kracht en onbreekbare aard van de realiteit. De Vaira wordt vaak voorgesteld als een korte metalen scepter met aan elk uiteinde een bolvormige kop, soms met extra tanden. Zijn twee bolvormige koppen symboliseren de vereniging van wijsheid en mededogen, de mannelijke en vrouwelijke aspecten of de methode van spirituele praktijk. Volgens sommige artikelen zou het object zijn gevonden, maar of dit daadwerkelijk om het mythische object gaat, blijft tot op de dag van vandaag een mysterie. Nummer 9. De hamer van Thor, ook wel bekend als Mjolnir, is een symbool dat geassocieerd wordt met de Noordse god Thor in de Noordse mythologie. Volgens de Noordse mythologie speelde de hamer van Thor een cruciale rol in het beschermen van Asgard, de hemelse thuis van de goden tegen reuzen. Er werd geloofd dat de hamer een ongelooflijk krachtig wapen was dat bergen kon egaliseren. Het was ook geassocieerd met religieuze rituelen en werd gebruikt bij ceremonies om huwelijken en geboorten te zegenen. De betekenis van Thor's hamer in de vikingcultuur wordt benadrukt doordat het samen met christelijke kruisen op amuletten verscheen. Deze combinatie van symbolen bood een dubbele bescherming voor de drager en we zouden het misschien hebben ontdekt. De ontdekking van Thor's hamer op het eiland Lolland in Denemarken is een belangrijke archeologische vondst geweest, als het echt is. Het artefact werd opgegraven in Corbeil-Lever Lolland en wordt verondersteld te dateren uit de 10e eeuw. Geloofd of niet, de nazi's waren ooit wanhopig op zoek naar de hamer. Heinrich Himmler deed namelijk erg zijn best om de hamer te vinden omdat hij dacht dat het een zeer geavanceerd wapen was. Nummer 8. De Zegel van Solomon is een symbool dat geassocieerd wordt met koning Salomo, een Bijbels figuur die bekend staat om zijn wijsheid en magische vermogens. De zegel werd een aanzienlijke culturele en religieuze betekenis in het Jodendom, de islam en verschillende occulte tradities. In Joodse en islamitische tradities wordt het vaak afgebeeld als een zespuntige ster gevormd door twee in elkaar grijpende driehoeken. Er wordt geloofd dat het een magische zegelring was die door koning Salomo werd gebruikt om demonen te beheersen, geesten te commanderen en te beschermen tegen kwade krachten.
Volgens folklore verleende de ring van Salomo het vermogen om met dieren te communiceren en hun talen te begrijpen. Gedurende de geschiedenis zijn er beweringen en legendes geweest die verband houden met de ontdekking van artefacten of objecten die worden gelinkt aan koning Salomo of zijn zegel. In oktober van 2017 beweerde de politie in Turkije dat ze de zegel hadden gevonden nadat ze een smokkelaar van oude artefacten hadden gearresteerd. Samen met de zegel vonden ze ook 5 gouden tabletten, een gouden stierenbeeldje en een brons amulet, beide met Hebreeuwse inscripties. Nummer 7. De ring van Gyges is een mythisch artefact dat wordt genoemd in Plato's Republiek, een filosofische tekst geschreven in het oude Griekenland. Het verhaal van de ring wordt gepresenteerd als een gedachte-experiment dat de aard van moraliteit en een corrumperende invloed van macht onderzoekt. Volgens het verhaal was Gyges een herder die een magische ring ontdekte terwijl hij zijn kudde hoedde. Deze ring had de kracht om zijn drager het vermogen te verlenen om onzichtbaar te worden wanneer hij dat wilde. Met deze nieuwe kracht realiseerde Gyges zich dat hij kon handelen zonder angst om betrapt te worden of verantwoordelijk te worden gehouden voor zijn daden. Met zijn nieuwe magische ring besloot hij de koningin te verleiden, de koning te vermoorden en zichzelf tot koning uit te roepen. Dankzij de kracht van de ring kon hij handelen zoals hij wilde, vrij van enige consequenties of oordeel. Gyges was ooit een eenvoudige herder, maar werd door de ring getransformeerd tot een meedogenloze en machtsbeluste heerser. Wat zou jij doen als je deze ring had? Laat het me weten in de reacties. Nummer 6. De lamp van Aladdin is een fascinerend verhaal. Hoewel het oorspronkelijk deel uitmaakte van een verzameling verhalen die bekend staan als 1001 Nacht, is het uitgegroeid tot een populaire legende op zich. De lamp zelf wordt vaak afgebeeld als een klein, prachtig gouden voorwerp met ingewikkelde gravures. We zijn allemaal bekend met de lamp van Aladdin. Als je bijvoorbeeld over de gouden lamp wrijft, komt er een geest uit die je 3 wensen zal vervullen. Er wordt gezegd dat het ongelooflijke krachten bezit en de ontdekking ervan brengt zowel geluk als ongeluk met zich mee. Iedereen wilde de lamp van Aladdin zo graag hebben dat dit ooit in het echte leven is gebeurd. Een Indiase dokter werd namelijk door 2 mannen bedrogen om een magische lamp te kopen waarbij ze beloofden dat de lamp hem rijkdom en gezondheid zou brengen. Ze deden zelfs alsof ze geesten hadden opgeroepen in een griezelige scène om hem verder te overtuigen. Ze wisten de magische lamp uiteindelijk te verkopen voor $41.000. Geloof jij dat zo'n soort lamp bestaat en wat zijn de 3 dingen die jij zou willen wensen? Laat het me weten. Nummer 5. De Aegis is een legendarisch voorwerp dat wordt geassocieerd met de Griekse mythologie, voornamelijk toegeschreven aan Zeus, de koning van de goden, en Athena, de godin van wijsheid en oorlogvoering. Het wordt vaak afgebeeld als een schild of een mantel gemaakt van de huid van een goddelijk wezen zoals een geit of een gorgo. In de Griekse mythologie diende de Aegis als een krachtig symbool van goddelijk gezag en bescherming. Er werd aangenomen dat het bovennatuurlijke eigenschappen bezat en het werd door goden gebruikt om zichzelf en hun bondgenoten te beschermen in tijden van conflict. De Aegis werd vaak beschreven als stralend, versierd met angstaanjagende decoraties en in staat om angst in vijanden te inspireren of bescherming te bieden tegen verschillende vormen van schade. Het angstaanjagende gezicht van de Gorgo wordt verondersteld de kracht te hebben om vijanden in steen te veranderen. De Aegis zou ook verschillende bovennatuurlijke vermogens bezitten, waaronder het ontketenen van donder en bliksem. Nummer 4. Tijdens de Muromachi-periode kende Japan aanzienlijke politieke en sociale onrust. De reputatie van het Muramasa-zwaard voor bloedvergieten viel samen met de gewelddadige aard van die tijd, waardoor het een onderwerp was van angst. Het Muramasa-zwaard is een legendarisch Japans zwaard dat door de geschiedenis heen zowel bewondering als beruchtheid heeft vergaard. Afkomstig van de Muramasa-school van zwaardsmeden werd het zwaard vervaardigd door de beroemde zwaardsmid Sengao Muramasa, die leefde tussen de 14e en 16e eeuw. Het Muramasa-zwaard kenmerkt zich door de vakmanschap van hoge kwaliteit, scherpte en een kenmerkende stijl. Muramasa-zwaarden waren zeer gewild in hun tijd en werden vaak geprefereerd door samurai-krijgers. Het Muramasa-zwaard wordt echter ook geassocieerd met een legende die suggereert dat het een vloek of kwaadaardige energie bezit. Volgens folklore en historische verslagen wordt aangenomen dat deze zwaarden een bloeddorstige aard hebben en dat hun zwaarden hongerig zijn naar geweld. Een beroemd verhaal gaat over Tokugawa Ieyasu, een prominent figuur in de Japanse geschiedenis, die naar verluidt door een Muramasa-zwaard werd geraakt. Er wordt gezegd dat hij na het incident het gebruik van Muramasa-zwaarden verbood omdat hij ze te gevaarlijk beschouwde. Nummer 3. Het concept van magisch schoeisel met buitengewone eigenschappen is te vinden in legendes en folklore uit verschillende culturen.
Bijvoorbeeld, in de Noorse mythologie bezit de god Loki een paar magische schoenen waarmee je ongelooflijke snelheid bereikt. Het verhaal van de zevenmijlslaarzen is een populair thema in folklore en sprookjes. Het draait om een magisch paar laarzen dat de drager de mogelijkheid geeft om grote afstanden af te leggen met één pas, ongeveer 11 km per stap. De laarzen zouden ongelooflijke snelheid bieden en het vermogen om moeiteloos uitgestrekte landschappen te doorkruisen. Het verhaal van de laarzen is terug te voeren op Europese folklore, met name in verhalen uit Frankrijk en Duitsland. Het is door de generaties heen doorgegeven in verschillende vormen te zien in sprookjes en kinderliteratuur. Ze vertegenwoordigen ook het menselijk verlangen naar snelheid en vermogen om barrières te overwinnen en ver afgelegen doelen gemakkelijk te bereiken. Nummer 2. De Sint-Amani-steen is een legendarische edelsteen met grote betekenis in verschillende spirituele en mythologische tradities, met name in boeddhistische en hindoeïstische overtuigingen. Hij wordt vaak beschreven als een blauwe of groene edelsteen en zou buitengewone krachten bezitten en zegeningen brengen aan de bezitter. Volgens legende zou de Sint-Amani-steen een heilige edelsteen zijn die uit de hemel is gevallen, afkomstig uit een ver sterrenstelsel. Hij wordt geassocieerd met het mythische koninkrijk Shambhala, een verborgen rijk van vrede en verlichting. De steen zou de essentie belichamen van mededogen, wijsheid en spirituele verlichting. In het Tibetaans boeddhisme vertegenwoordigt hij de verlichte geest van Boeddha en wordt vaak afgebeeld als een juweel op het voorhoofd van godheden en boeddha's in kunstwerken en beelden. Er wordt ook geloofd dat de Shambhala wordt bewaakt door de kracht van de Sint-Amani-steen en dat alleen degenen met een zuiver hart en goede bedoelingen toegang kunnen krijgen tot zijn wijsheid en schatten. De ontdekking van de Sint-Amani-steen zou leiden tot de heropleving van oude rituelen en praktijken, evenals de creatie van nieuwe ceremonies en vieringen. Nummer 1. De Heilige Graal is een legendarisch artefact dat wordt vaak geassocieerd met het christelijke geloof en het verhaal van het laatste avondmaal. Het wordt geloofd dat het de beker is die Jezus Christus tijdens de maaltijd gebruikte en het is een krachtig symbool geworden van goddelijke genade en eeuwig leven. De zoektocht naar de Heilige Graal is eeuwenlang een populair thema geweest in literatuur, kunst en folklore. De Nanteos-beker, ook wel bekend als de Heilige Graal van Wales, is een houten kelk die zich bevindt in het Nanteos Mansion in Wales. Er wordt beweerd dat dit de werkelijke Heilige Graal is, naar Groot-Brittannië gebracht door Jozef van Arimathea. De beker werd populair in de late 19e eeuw toen hij werd geassocieerd met wonderbaarlijke genezende krachten, wat pelgrims aantrok die zijn vermeende herstellende eigenschappen zochten. Het vinden van de Heilige Graal zou een hernieuwde interesse in Arthuriaanse legendes, middeleeuwse literatuur en de symboliek die er met de graal wordt geassocieerd aanwakkeren. En als de Nanteos-beker officieel wordt erkend als de Heilige Graal, zou dit waarschijnlijk leiden tot een belangrijke bedevaartsplaats en toeristische attractie waarbij bezoekers van over de hele wereld worden aangetrokken. Geloof jij dat deze mythische ontdekkingen echt bestaan? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.